Pieter spreekt hun vinger niet mee, vinger niet op zijn tanden mee. Hebben dus op dit moment 7 punten. Asselman is daarbij. Raymond Reden is erbij. Haken is erbij. Ja. Prachtig op de station over Roy Pieters en Pingley. Zijn erbij. En nu zal de peloton toch wel behoorlijk wat problemen moeten oplossen. Als we dat hier zo zien. Als die problemen zijn er op de los. We hebben nog 9 toeren. De grote mannen zijn betrokken. Wie heeft er nog steun? En hier is het ook weer niet meer helemaal voor elkaar. Achterop de nog. Gaat die ontleuken wel het nog een keer proberen met die meer Kaspers. Zou het dan toch nog een keer kunnen? Eén man hier weggesprongen. Ah, dat is Havik. Juri Havik. Hans op 7 toeren. Pak ze mee. 7 ronden. Juri Havik op dit moment in de achtervolg van de peloton. Maar zo ver vooruit op dit moment. Gaat Juri Havik het dan helemaal in zijn eentje doen in de laatste 7 ronden. Kijk eens wat hier wordt gedaan door de man van de aanhaling. De achterwaart door van wel de korte. Maar de Havik vliegt daar langs. De Havik vliegt daar langs. Krijgt als een roodvogel de een naar de andere toe hier in de nek. Aan het doen van het Kendrick Bos. De man aanleiding. De man aanleiding door die Havik aan de overkrijging. Kendrick Bos die wordt daar met zijn tekst als begrepen daar achter. Het is bij niet te staan om dicht erbij te komen. 5 ronden nog te gaan. 5 ronden nog te gaan. 5 ronden. Toen op dit moment in de vorm voor Havik. 4 voor Havik. 4 toeren nog voor Juri Havik. Zit daar. We hebben 12 uit de wedstrijd. En Juri Havik gaat hier de waarschijnlijk kampioen van Nederland worden. Want ik zie niet dat iemand hem nog kan halen. Het is voorhand nog van de straat te gaan. Juri Havik zit daar in de groep. Wanneer hij hier komt passeren, kan er nog 2 ronden vooruit zijn. Juri Havik gaat hier nog vast een applaus meegeven. Gaat hier met rode worden. Alles proberen te doen. Top 1 ronde, want ze zijn voor jou. Ja, dat betekent dat Havik hier weliswaar alleen vooruit kan, maar dat er natuurlijk nog weer met duizendste erin zijn. Wel wat in de voordeel van de ronde. Dat is dat we weer op de tweede plaats aan de overzijde. 54 van de rijden, ja, denk ik aan. 54 van de Havik.